Dag allemaal, ik ben Bijza Akbulut en ik zit in mijn tweede jaar toegepaste architectuur. Mijn lievelingsplek op de campus is de Watson. In de Watson vind je superveel informatie terug, zowel voor interieurstudenten als voor toegepaste architectuurstudenten. Je hebt daar superveel boeken liggen in verband met ontwerp, structuur, geschiedenis enzovoort. En het leuke in de Watson is ook dat je een kijk hebt op de mensen die binnen en buiten komen, op de studenten die aan het rondhangen zijn in de campus. Dus dat is wel super fijn. Mijn lievelingsvak in deze richting is projectatelier. Waarom? Voor projectatelier zitten wij met de leerlingen ook het meest samen. Dit is super handig als je opdrachten hebt of projecten hebt waarvoor je moet samenwerken. Want dan raak je er ook meer klaar en wordt er meer doorgewerkt als je alles face-to-face bespreekt. Creativiteit. Voor de studenten die aan het twijfelen zijn of dat deze richting wel veel creativiteit vraagt van jullie, absoluut wel. In jullie tweede jaar gaan jullie heel veel opdrachten krijgen waar dat je heel veel nood gaat hebben aan je creativiteit. De juiste technische kennis. Het is belangrijk dat je voor je andere vakken studeert, omdat ze ook willen zien dat je daar iets uit hebt geleerd en dat je dat kunt toepassen op je projecten. Het is ook belangrijk dat je gedreven en gemotiveerd bent, want al die projecten, dat neemt heel veel tijd en heel veel moeite. Ja, het is veel, maar je moet er ook in geloven dat het af gaat geraken en dat het goed gaat komen. Communicatieskills is ook heel belangrijk. En daarmee bedoel ik dan niet enkel als je bijvoorbeeld in team werkt of zo, maar gewoon in het algemeen. Als je iets aan het uitleggen bent, als je een probleem aan het uitleggen bent aan iemand, dat je dat met de juiste termen goed overbrengt. In mijn kamer, aan mijn bureau, waar dat ik heel hard aan het studeren ben voor school. Ik zit hier gewoon ook super graag omdat ik hier super veel licht binnen heb, frisse lucht heb en goed kan studeren.